Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ja, deze week heb ik voor jullie een weekvlog. Want ik heb een beetje voorjaarsvakantie. Het is vandaag maandag 27 februari. En normaal film ik natuurlijk alleen nog maar juffenweekvlogs. En toen had ik best wel wat heel veel positieve reacties. Maar ook wel wat reacties van, ga je dan nooit meer normaal vloggen? Normaal. Toen dacht ik, ja, als ik gewoon vakantie heb, dan kan ik wel weer gewoon een normale video opnemen. En ik heb dus nu een weekje vakantie. En ik hoef dus deze week niet te werken. Dus ik dacht, nou, dan film ik gewoon mijn normale week ook. Het is vandaag maandag. Het is 11 uur. En ik ga zo met Floor en Vos lekker lunchen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus deze week kan ik ook lekker gewoon leuke dingen met vriendinnen doen. En ik heb me even klaargemaakt. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneer op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. En ik heb me dus nu al klaargemaakt. Ik heb dit blouseje aan. Een grijze broek. En ik moet echt ook mijn huis gaan opruimen. Maar dat ga ik niet nu doen. En ja, we gaan dus zo lekker lunchen. Ik had vanochtend al... Nee, niet vanochtend. Gisteren heb ik gesport. En ik ga vanavond ook sporten. Ik ga deze vakantie lekker veel sporten. En ik ga moeders gewoon lekker apart. Dus heel veel zin in. Yes. Heel lekker. Lekker! Ja, geweldig. Ja. Ook met z'n drieën is toch zin? Ja, maakt toch niet uit. Dan lachen we erom. Maken we er wat van. Wij gaan vakantie boeken. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En gisteren was ik met Van Vos. Het was echt super gezellig. Zijn we de hele dag samen geweest en daarna heb ik gesport. En we hadden om 12 uur afgesproken en volgens mij waren om 7 uur ging ik naar huis. En ik ga dus nu mijn huis schoonmaken, want het is echt nodig. En normaal doe ik dit eigenlijk gelijk, zodat ik niet de hele vakantie daarmee bezig ben. En ja, ik zit er gewoon een beetje tegenop. Ik weet niet waarom, maar ik heb er gewoon geen zin in. En morgen ga ik naar de kapper. Ik heb er echt zo onwijs veel zin in. En ja, ik moet gewoon nu even mijn huis opruimen. Ik moet mijn vlog bewerken, want die komt morgen online. En ja, ik krijg ook nog een leuk pakketje van Look Fantastic. Daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Maar ik moet gewoon eerst echt gewoon gaan opruimen, want het is echt een ramp. En ik moet binnenkort ook echt mijn spullen gaan verkopen op Vinted, want mijn kast pelt echt uit. Maar ik heb er gewoon geen zin in, dus ik ga dat nog wel uitstellen. Maar ik ga nu, denk ik, even bordjes in doen. En dan ga ik opruimen, want het is echt... drama. Ik ben dus bezig met alles schoonmaken. En ik had ook even mijn badmat in de was gedaan. En toen dacht ik, nou laat ik dan ook gelijk mijn douchegordijn doen. Nou, dit is dus nu mijn douchegordijn. Hij is gewoon helemaal stuk. Dit is echt niet normaal. Ja, het is een beetje blauw licht, maar hij is gewoon helemaal kapot. En er stond gewoon dat je hem kon wassen, maar het is gewoon... Hij is ook helemaal gekrompen, terwijl ik echt op 30 graden heb gewassen. Maar hij is dus helemaal stuk. Dus hier heb ik helemaal niks meer aan. Dus ik moet even een nieuwe gaan kopen. Maar bizar dit. Het grootste deel is echt helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Ik had dus ook nog dit fotoboek gekocht. Want wat ik hiermee ga doen. Ik ga dus van elk schooljaar ga ik mijn eigen foto opplakken. En mijn klasfoto's. Dus ik dacht, dat is wel echt super leuk om te bewaren. Want dan kan ik over 10 jaar kijken welke klas ik 10 jaar geleden bijvoorbeeld had. En hoe ik er toen uitzag. Dus die heb ik even gekocht bij de HEMA. Vond hem wel heel cute. En ik ben dus nu nog een klein beetje aan het opruimen. Good morning. Het is vandaag woensdag 1 maart. Maart alweer. Het is echt zo bizar. En ik ga zo naar de kapper. Ik heb er echt zo onwijs veel zin in. Ik ga even mijn camera neerzetten. Ik ga straks weer naar Evi toe. Ik heb er echt heel veel zin in. Want ik heb nu 2 keer mijn haar hiervoor gedaan. En ik was elke keer echt zo blij. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon weer terug. En ik ga dus vandaag extensions laten zetten. Want mijn haar... Oké, mijn haar is nu echt heel vet. Want ik wil het dus echt uitstellen. Want ik was mijn haar elke dag. En ik dacht, voordat ik daar naartoe ga, moet ik het alvast een beetje trainen. Dus ik ben het nu aan het trainen. Tot ik het eigenlijk 2 keer per week wil gaan wassen. Maar nu is het echt... zo vet. Ik durf niet eens naar de kapper zo. Maar ja, ik ga dus zo naar Evie. Ik heb er echt heel veel zin in. En dan gaat ze dus extensions bij me zetten. Want mijn haar is dus heel dun. Misschien van een afstand lijkt het niet heel dun. Maar mijn haar is echt
vreselijk dun. Kijk, ik kan het gewoon zo... Het is echt zo'n heel dun... Het is al mijn haar. En dit lijkt bij mij op een of andere manier van ver af niet zo. Dus, ik kan echt niet wachten. Ik ga er over 10 minuutjes naartoe. Ik heb dus deze body van de Zara aan. Met deze groene broek. En ik wil dus eigenlijk niet dit vest op. Maar ik heb het echt mega koud. Dus ik ga hem nu gewoon eventjes aanhouden. Ziet er niet heel leuk uit. Maar doe ik hem straks gewoon uit. Zo. Ik kan echt niet wachten. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik heb zo lang getwijfeld om het te doen. Al jaren. Nu dacht ik nee, ik ga het gewoon doen. Oké, ik ben terug van Evie en het is echt zo mooi. Het is nog echt 1000 keer mooier dan ik had gehoopt of verwacht. Ik ben er echt zo blij mee. En mijn haar is gewoon echt mega dik nu. Want het was echt extreem dun. En ik heb het dus niet geverfd of iets. Maar gewoon alleen die extensions erin gedaan. En kijk, het is echt... Amazing. Ik ben er echt zo blij mee. Ah, echt niet normaal. Het is echt top. Oké, wij zijn even in de mall. Ik ben zo blij met mijn haar. Ik ga het nog een keer laten zien. Een heel slecht licht. Past dat? Oké, ik ben weer terug. En ik ben zo blij met mijn haar. Ik ben dus even naar de mall geweest met mijn broertje. Hadden we daar eventjes geluncht. Dus dat was super gezellig. En ja, mijn haar zit er gewoon nog helemaal goed in. Dus dat is top. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het zo mooi. Ja, echt heel mooi. En ik ben dus even naar de mall geweest en ik heb een pakketje opgehaald. Want ik heb dus een samenwerking met Look Fantastic. Ik ben er echt mega blij mee. Want ik vind het echt top. Want je kan er mega veel bestellen. En ook een eigen kortingscode. En ik mocht nu wat dingen uitzoeken. En op Look Fantastic kan je make-up. Maar je kan ook dingen voor je haar. Je kan er echt alles kopen. En als eerste heb ik even weer mijn shampoo en conditioner van Olaplex. Want ik dacht dat is ook wel heel erg chill voor nu. Omdat ik natuurlijk mijn extensie heb. En ik gebruik die echt altijd. En het is zo'n groot verschil sinds ik dit gebruik. Dus het is echt top. En ik heb dus nu ook deze ga ik proberen. De nummer 9 heb ik echt nog nooit geprobeerd. Ben ik heel benieuwd naar. Dan mijn foundation die ik altijd gebruik van Estée Lauder. De 3C2. Deze. Deze is dat. Die is echt top. Die gebruik ik echt altijd. En mijn huid is er ook echt beter door geworden. Dus echt een aanrader. Dan heb ik van... Oh ja, de van Laura Mercier, de Translucent Powder. Hoorde ik ook hele goede dingen over. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Alleen ze hadden verschillende kleuren. En ik vond die kleuren een beetje lastig om te zien. Dus ik ben dus nu bang dat dit een beetje te bruin is. Dacht ik al. Dan zit er een oogcrempje bij van Estée Lauder. Dan de Bobbi Brown Face Base. En hier heb ik ook altijd hele goede verhalen over. En die had ik ook gezien bij anderen. Dus ik dacht, die ga ik maar ook proberen. Zo, en die kan je dus voor je make-up gebruiken. Echt een hele mooie verpakking. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dan zit er nog een mascara in. Die ga ik even weggeven. Er zit een lipbalsem bij. En er zit ook die setting spray in van Urban Decay. Dus echt helemaal top. Hier ben ik echt super blij mee. Ik heb even gelijk een fotootje ervan gemaakt en een TikTokje. Dus dat is wel handig. En ik ga gelijk even deze lipbalsem opdoen. En dan ga ik even een stukje lopen. Oh ja, en ik heb dus een nieuwe douchevlei gekocht. Want zoals jullie gisteren hebben kunnen zien is die helemaal kapot. En ik heb wel weer gewoon dezelfde gekocht. Ik ga me even omkleden en dan ga ik even een stukje lopen. De zon schijnt echt heel lekker, maar het is echt zo koud. Dus ik heb wat anders aangetrokken. Ik ga mijn bril eventjes opdoen. Ik heb mijn Apple Watch omgedaan en dan ga ik eventjes lopen. Ik wil eigenlijk een uur lopen, maar ik weet niet of dat redt. Wat ik altijd doe is gewoon een half uur ver weg lopen en dan moet ik ook een half uur terug. Even mijn oortje doen. En dan ga ik even een stukje lopen. Volgens mij was het laatste wat ik had gefilmd is dat ik ging wandelen. Ik heb een uur gelopen, dus ik ben echt trots op mezelf. Mijn haar ging alleen helemaal door die wind.
En ik heb nu net lekker gekookt. Het zit in de oven. Ik heb namelijk gevulde paprika's gemaakt. Ik maak dat best wel vaak. Ik vind dat heel lekker. Dus dat zit nu in de oven. En ik ga nu eventjes mijn laptop klaarzetten. En dan ga ik even lekker wat kijken. Misschien ga ik het nieuwe seizoen van You kijken. Daar heb ik wel echt zin in. Good morning. Het is vandaag donderdag. En ik heb al gesport. Dus ik ben echt mega trots op mezelf. En ik ga dus nu even naar werk. Want ja, ik ga meestal één dag terug in de vakantie om even de lessen en zo voor te bereiden. Want dat heb ik toen nog niet gedaan. Dus die dag is vandaag. Dus ik heb gewoon even een simpele outfit aan. En ik heb net even gedoucht. En mijn haar even uitgeborsteld. Zo. En ik ga dus nu naar mijn werk toe. Even te kijken of ik iets te eten mee ga nemen. Denk het niet. Ik ga nu naar werk en dan zien jullie mij daar. Oké, ik ben in mijn klas. En de ramen zijn dus gedaan. Dus ik heb net even alles teruggeschoven. Dus dat is top. En volgens mij had ik al verteld. Maar ik heb dus een fotoalbum gekocht. En daar ga ik dus de foto's in doen. Van elk schooljaar. Ik dacht, dat is wel echt super leuk. Dus zo, als dit blijft staan. Even de computer inloggen. En dan ga ik even die foto's alvast er gelijk in doen. Ik kan natuurlijk niet de klasfoto aan jullie laten zien. Maar vorig jaar had ik kleuters. Echt een hele schattige foto is het. Maar ik kan jullie wel deze foto laten zien. Wij hebben dus van die kastjes met je namen erop. Kijk, zo ziet dat erop. Dus ik ben nu even dat schabloontje even aan het knippen, zodat ik die er ook in kan doen. En ik ga zo even alle schriften pakken. Want ik wil gewoon als hij in de klas komt dat hij gelijk alles heeft. En ik weet eigenlijk niet wat ik had gefilmd als laatste, maar ik heb gesport en ik ben naar de tandarts geweest. En ik ben me nu aan het omkleden, want ik ga zo lekker uit eten met mijn vader en mijn broertje. Echt onwijs veel zin in bij een lekker tapas restaurant. Het is echt een van mijn lievelingsrestaurantjes. En morgen ga ik dus echt heel erg leuk een nachtje weg met Donna. Echt onwijs veel zin in. En we gaan dus naar Groningen. En ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben super benieuwd hoe het gaat zijn. En sorry, ik heb een beetje last van mijn astma. Maar dan gaan we lekker shoppen en gewoon leuke dingen doen. En gewoon, ja, gewoon chill. Dus dat zien jullie morgen. Maar ik ga me nu eventjes omkleden. Ik ga gewoon een blazer aan doen. Met een simpel shirt. Zo, en dan ga ik morgen, ja, ik wil dus eigenlijk mijn haar niet wassen. Mijn haar wordt dus heel snel vet. Maar ja, nu ik die extension heb, mag ik het natuurlijk niet zoveel wassen. Dus dat wil ik eigenlijk ook niet doen. Maar ja, dan denk ik, ja, morgen wil ik wel gewoon dat het goed zit. Dus dat is dan een beetje stom. Maar ja, het is ook weer geen ramp. Zo, ik denk dat ik gewoon dit aan doe. Even parfumetje op. Ik denk wel dat ik gewoon mijn bril op ga doen, want ik vind dat gewoon echt heel fijn. En dan zie ik tenminste wat. En dan doe ik denk ik gewoon mijn uks eronder. Kijk dat ding wat daaronder ligt. Daar kan je die bakjes mee oppakken. Daaronder, zo. Good morning, het is vandaag vrijdag en ik heb hem al helemaal klaargemaakt en ik ga zo een nachtje weg samen met Donna. Ik heb er echt onwijs veel zin in. We gaan dus naar Groningen en ik heb even mijn spullen ingepakt. Ik heb me net omgekleed en het is echt best wel koud, dus ik dacht ik doe maar gewoon een trui aan met mijn rode Nike's, maar ik heb daaronder die witte body van de Zara, want dan dacht ik kan ik die gewoon uitdoen en dan kan ik daar een fotootje mee maken, dus dat is wel super leuk. En ik ben dus nu nog de laatste spulletjes aan het inpakken. En dan ga ik zo Donna ophalen. Dus echt heel veel zin in. Nou, 2,5 uur later. Maar we zijn er. We made it. We zijn nu in Groningen. We kunnen pas om 4 uur in de Airbnb. Echt heel laat. Dus we gaan nu eerst even lunchen en shoppen. Hier nu jas. Oh ja, zo. Ik heb ook een zonnebril en zo mee. Rot op. Ja. Oh, ik niet? Misschien koop ik er een. Ik heb namelijk geen zonnebril. Nee, mag niet. Ik heb geen zonnebril in mijn hoofd ook, dat is geen probleem bij mij. Zo.
Zo, dus we hebben er zin in. Waar laat ik nou misschien? Hier. Ik ga even mijn medicijnen nemen. Oh, dit vind ik alleen heel irritant. Dit klapje is dus los. We proosten nu wel. Op. Op Groningen. Oh, Martini. Porsche Martini. Lekkie. Dat te zien. Nee, dat kan. We moeten toch eerst ontwikkelen. Dat gaat toch best wel snel? Nee, dat bij mij gaat bij mij binnen 1 minuut. Oké, we zijn bij de Martini. Wacht, ik heb wel een leuke behind the scenes van jou. Ja, laat even zien. Ik moest even een foto kijk, met de Martini. Kijk, kijk hoe zij ligt. Kijk, dat is toch top? Mag ik kijken? Dedication. Ik ben nog niet klaar, denk. Hier, kijk. Oh, het is enig. Kijk, het is echt... Ik zei het nog, het is heel leuk. Oh, maar jou heeft nog even tijd nodig. Oké. Okay. Ik ga stukken rond. We gaan. Laat eerst even de schade zien wat ik al allemaal heb gekocht. Het is echt vreselijk. Ik wil zeggen, het leven van de vlogger is zwaar. Want ja. Nu weet ik hoe je... Hoe maar Jans... echt 10 minuten verder en ik heb gelijk weer... Het is echt niet goed. Maar ja, ik... Jans, ga even een take over doen, want dat wilde ik graag. Dus hier ben ik, jongens. Maar goed, waar gaan we? Ja, vertel even wat ja. Nou, we zijn dus nu onderweg naar de garage om onze spullen te pakken. En dan gaan we daarna naar het huisje toe waar we zitten. Kijk, we dachten dat eerst dat dat de Martini-toren was. Maar dat is het niet. Maar hij zit wel hier, het huisje. Ja. Hier dus gaan we even een roomtour geven. Ja, leuk, leuk. Oké, tot zo. Oké, wij zijn aangekomen op de kamer. Ik ga het even laten zien, want nu is het nog netjes. Oké. We moesten echt €400 door, maar we zijn er eindelijk. Het is dus een Airbnb. Ik zal hem wel in de beschrijving zetten. Zo, en het is echt midden in de stad. Ja. Gewoon 5 minuten en je zit overal. Nou, tv'tje, bankje, krantje. Nee. Oh. Wat zijn er nou? Ja, daar ligt er een krant. En een keukentje. We gaan zo even lekker drinken en zo halen. Oh, dat is ook zo'n koelkast. Die vaatwas staan nog aan. Moeten we hem dan zelf uitruimen? Dat ga ik niet doen. Nee, er staat wel echt veel. Ook thee gewoon en koffie. Ja, en dan dit bed. Maar ik vind dit dus zo leuk. Dat je dus zo... Ja, echt heel cute. Van een wiel met spijkers. Stel die valt daar beneden. Dat zou echt... Ik wil het zo doen denken. Nee, het is echt heel leuk. Echt heel leuk. Maar ik ga wel het raam dicht doen. We zijn weer terug. Op de kamer. Het is nu al 6 uur. We hebben het echt heel lang volgehouden. Vraag me niet hoe. Maar het is echt bizar. En we gaan dus nu eventjes lekker wat drinken. En dan hebben we om 8 uur gereserveerd om uit eten te gaan. Heel veel zin in. Ik heb echt vandaag zoveel gekocht. Ik heb er echt nu al spijt van. En ik ga nu eerst eventjes mijn spullen uit mijn tas halen. Gaan we wel echt hoeveel ik heb gekocht. Misschien moet jij het filmen. Oh, eerst even die boodschappen eruit halen. Oké. Okay. Oké, als jij mij filmt. M&M. Ja, als jij mij even filmt. Oké. Oké. Als eerst heb ik even boodschappen. Kijk, popcorn! Zo. Zal ik deze eerst even in de koelkast zetten? Ja, doe maar. Heb je nu al heel erg dorst? Nee, doe maar in de koelkast hoor. Oké. Ik ga zo liggen. Zo. Daar gaat ze! Het is helemaal weer leuk om gewoon normaal een vlogje te maken. Dat is een goed leven. Oh, kan je met deze camera ook een timelapse opnemen? Tuurlijk. Kunnen we bij het eten, kunnen we zo dat we zo... Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Goed, hè? De content okay. Creator. Nou, wat we hebben gekocht. Ik heb een wit leren jasje gekocht. Eigenlijk lijkt hij gewoon op die zwarte die ik nu aan had, toch? Ja, precies. Precies hetzelfde, alleen dan oh, het is wel een beetje overbelicht. Maar je ziet het wel, toch? Ja. En deze is €60 van de Bershka in de maat M. Heel leuk, heel leuk. Echt ja. Heel leuk. Daar ben ik heel blij mee. Zal ik ook jouw ding even laten zien in jouw tasje? Ja hoor, dat is goed. Kijk, Donna heeft dit tasje gekocht. Ja. En deze fles, die is echt top. Het is te gaan dan. En deze oorbellen, die zijn echt goed. Oh ja, wacht. Ga die in doen? Ja, die... Zo, dit stelt echt niets voor. Ja. Kijk hoe leuk, jongens. Oh wacht, misschien moet ik ook even onze Polaroid laten zien. Oh ja. Jongens, kijk, wij zijn helemaal in de Martini, of in de Martini. Ja, cute. Heel leuk. Oké, dan heb ik nog kauwgom gekocht voor de auto. Kijk, en deze haarband, hoe cute. Heel leuk, geef maar even. Ja, wacht. Ja, zo'n parelhaarband. En dit jurkje bij de villa. Ja. Die was dus normaal, €56 stond er nou. Nou, nu 20. Geen geld.
geen geld. Cute, dus daar ben ik echt heel blij. Maar kijk hoe leuk dit zo. Ja, dit past heel leuk bij elkaar. Leuk. Het is echt een goede combi. Helemaal goed. Hier zit ook wat kleine dingen in. Jongens, ik heb zoveel gekocht. Het is echt om te jenken. Ik ga even de want je denkt, dit is het. Maar daar gaat ze hoor. Kijk, daar naar die tassen daar. Oké. Dan heb ik nieuwe schoenen gekocht. Ze zijn heel basic, maar deze had ik nog bij niemand gezien. Dus. En dan wil jij net zien natuurlijk. Kijk hoe leuk. Ze zijn wel echt heel leuk. Met grijs en wit. Ze zijn echt cute. Heel leuk. Ook heel leuk bij deze outfit. Ja. Daar ben ik echt super blij mee. Tada! Oh, dat kan ik natuurlijk niet goed doen. Zo. Die snacks ook. Dat is echt een heel leuk jasje bij de Zara. Ik had er al 3 keer naar gekeken en nu had ik hem weer aan. Ja, maar moest ik hem echt doen. Ga je hem nou terugbrengen of niet? Ja. Weet je wat het is? Ik vind het gewoon zonde. Omdat ik zoveel heb gekocht. Ja, maar hij is wel heel leuk. Hij is wel echt leuk. En het is wel echt goede kwaliteit. Maar hij is dus €70. Toch? Hij was 70. Ja. Maar hij is echt heel leuk. Zal ik hem even aandoen? Doe even. Niet met deze outfit, maar... Ik vind het hier nu echt koud. Ik ondertussen. Kijk hoe leuk, jongens. Hij is wel echt leuk, hè? Ja, daar gaat ze weer. Je moet hem echt... Je kan hem niet terugbrengen. Nee, echt je kan hem niet terugbrengen. Nee. Oké. Overhaald. Nee, het is echt wel leuk. Zo. Niet zo. En ook bij de Reachables even zo'n... deze body had ik aan. Even zo'n haarserumpje. Nee, de camera is bijna leeg. Oh, dus doe ik hem gelijk in de oplader. Ja. Ook moet even van ook. Ja. Ja. Nou, een haarserum. Nou. Hele leuke dingen. Heel veel natuurlijk weer. Nou. Nieuwe inboedel. En Donna, nee? Nou, ik heb me echt gedragen. Maar we gaan dus zo meteen uit eten bij een heel leuk tentje. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar ik kan er heel goed cocktails drinken. En er is muziek en allemaal hapjes. Dus dat wordt heel leuk. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ja, en wat gingen we nou nog meer? We gingen toch nog iets doen? Oh ja, we gaan naar een karaoke bar. Nou, ja, oh, dat is fantastisch. Dat is leuk, jongens. Daar kan je me echt voor wakker maken. Ja, ik ga nu eerst mijn make-up eraf halen. Ja, en even dit in de opladen doen. Ja, nee. Of ik doe even een timelap dat ik mezelf ga opmaken. Vind je die haarband echt niet te heftig? Nee, ik vind hem echt leuk. Oké, wij gaan zo uit eten, dus ik ben even aan het klaarmaken. Maar ik ga eerst mijn make-up doen. Zwaaig. Donna is al klaar. Nee, dat is niet waar. Je wel, ja. Ja, ja mijn outfit. Ja, oké. Okay. Ik had wel echt een wezen gedeelte van nu buiten. Oh, nee, dat kan niet. Nou. Takeover van mij, jongens. We hebben ons op... Ik heb jou net weer oorbellen in, trouwens. Kijk, met van die hartjes. Zij van Lottie Amsterdam, volgens mij. Wat zei jij? Van Lottie Amsterdam. Oh, maar dit kan niet, deze mes. Van wat? Norrie Amsterdam. Norrie Amsterdam. Nou, we... oh, dit kan... Overal is... Ja, dit is echt mijn huis. Overal is zooi. Maar kijk, de outfitjes... Oh, dat je ziet ook helemaal niks in deze spiegel. Nee, echt. Misschien moeten we elkaar filmen. Oké, okay, maar dan... Maar deze vanaf deze kant, of niet? Zie je het nu? Ja, wel beter al. Nou, laat even weten waar het van is. Topje van Lovies, broek van Bershka en mijn haarband van Shein. Die is heel leuk. Oké, zou ik daar ook gaan staan? Ik ga nu daar staan. Nou, jongens. Maar ik vind het helemaal raar dat ik hier een vlog kom. Maar mijn top is ook van Lovies. Oh. Mijn broek is van Naked. Heel en, leuk. Nou ja. En de Night. Oorbellen zijn van Janet. Made by me. Oh, wat een heftige lip. Oh, donker is. Wat een licht wel. Groningen! Even een leuke proost. Ook niet. Ja, ik denk het. En sour cream. Ben heel benieuwd. Zo. Ik zie er niet uit. Morning. Zo, ik ben echt wit. Het is vandaag zaterdag... 4 maart. En wij zijn nog in Groningen. Gisteren was echt super leuk. Maar het is wel echt heel erg een studentenstad. We vonden het uit eten zo heel leuk, maar daarna was het een beetje moe. Toch? Ja. Ja, ik had wel. Ik had minder studenten. Ja. Maar het is nu dus ochtend. We moeten straks uitchecken. Maar we gaan dus nu even ontbijt halen, zodat we dat lekker op de kamer kunnen... ontbijten. Gewoon lekker op bed. Gewoon nog even zitten. Ja, even iets aanzetten op de laptop. Eventjes. Ja. Dus we gaan even ontbijtje halen. Ik zie er al uit alsof ik nu foto's ga maken. Maar oké. We hebben even broodjes gehaald.
Zo, heerlijk. Oké, ik heb me opgemaakt. En ik ga deze zwarte trui aan doen met die grijze broek. En dan dat nieuwe jasje van de Zara. Ik ga hem toch houden, want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ja, ik zou het ook alleen maar terugbrengen omdat ik dan vind dat ik te veel heb gekocht. Ja, hij is wel echt leuk. En ik ga nu even mijn spullen opruimen. Nou, wij zijn foto's aanmaken. En zo, dit gebeurt er dus als ik dan naar de spullen moet vasthouden. Zielig voor mij. En ik voel me niet schuldig, Ron. Echt? Ik vind het niet mooi, die foto. Nee, wat wil je? Ja, dat weet ik niet. Even opnieuw. Nou, wat leuk, meid. Martini te horen. Nou, we hadden gisteren een tip gekregen. Ook een tip voor jullie. Hoe heet het nou? Het Forum? Ja. Kan je helemaal uitzicht over de stad zien. Wat moet je nog meer? Ik had het helemaal door wat je aan het doen was. Poeh. Oh, dat is heel leuk. Leuk. Amazing, meid. Nou, Don. Wat cute. Echt toeristen zijn we nu. Ja. Nou, wel heel leuk, ja. Oprecht. Echt leuk gedaan. Voor de thumbnail. Ik weet niet of ik het ga gebruiken. Oké, ik ben weer thuis. We hebben net weer 2,5 uur in de auto gezeten. Het was echt mega, mega leuk. Ja, het was echt super gezellig en ik vond het echt heel erg leuk. Groningen vond ik wel op zich een aanrader. Niet super bijzonder, maar wel heel erg leuk. En ik ga vandaag eigenlijk niet meer zo heel veel doen. Gewoon in bed chillen. En morgen ga ik denk ik ook niet filmen. Dus als ik niks meer film, was dit hier bij de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!